Het Bureau Gemeenschapsprojecten, BGP, heeft ter ondersteuning van het project voor het verbouwen van Hooglandrijst een tractor doen toekomen aan het dorp Atemsa. Dit is het resultaat van een verzoek dat door de stichting Anna Makandi was ingediend bij het BGP als werkarm van het ministerie van Financiën en Planning. De aanvraag werd goedgekeurd door het departement dat ook de middelen vrijmaakte. Wij legden het volgende voor u vast. De schenking komt van bureauprojecten. We hebben een jaar geleden een projectvoorstel ingediend en het is goedgekeurd. En het is ten behoeve van Hooglandrijst. We gaan Hooglandrijst produceren. Laten we even nagaan. Als er iets is wat is nagelaten voor ons als nazaten van tot slaaf gemaakt, dan is het Bushikonde. Bushikonde, dat hebben de voorouders voor ons achtergelaten. En wanneer we praten over Bushikonde, dan denken wij aan een instituut, we denken aan een land. Compleet met bestuursstructuren, afas van we begin, maar ook toe afas van we voedsma op. En tijdens de maronage had je de ontwikkelingen van de economie. Weet je, die oorlogseconomie. En de vrouwen die hebben daar een bijdrage geleverd. En zo hebben ze Hooglandrijst meegenomen naar het binnenland. En dat is een van die mooie dingen. Wolof is een mooie, want Pangi. Maar bij Lafitte hebben we weer Pangi voorzien. Maar nu is Pangi bijna een industrie aan het worden. Begrijp je? Dus wij denken van, wat zijn de overige dingen die wij hebben? Dus je, daarom zeggen wij van, kodo Hooglandrijst. Want Hooglandrijst is gezond, weet je, organisch geteeld. Maar hij praat niet naar zijn facilie van dit winnaar. Nikeri, weet je. Pesticidenvrij, geen chemicaliën, allemaal voedzaam. Dus we denken van, nou laten we dat even oppakken. En alle vrouwen in het binnenland doen dat. Dus wij als organisatie zeggen van oké, dan gaan we dat doen. We hebben onze pilot doorlopen. Het was picobello, succesvol. En nu denken wij van nou, wij moeten overstappen naar een groeifase. En dan heb je in feite machines nodig. Want wij moeten dat mechanisch doen. Kijk, een hectare kan je met de hand bewerken. Maar je gaat naar 2, 3, 4, 5 hectare, dan heb je machines nodig. En dat is de bedoeling van die machine. We gaan in feite ons areaal verruimen. Dus aanplanten komoren, biggie, dat betekent werkgelegenheid, maar ook verdiencapaciteit. Dus dat is het. En wanneer mensen verdienen, kunnen ze hier leven. Wij trainen ook mensen. Dat betekent, we trainen mensen om beter te functioneren hier in het gebied. Dan migratie, nee, dit is maar af, Bolibach gebied.